Het is natuurlijk gewoon de mooiste baan van Nederland. Als je zegt ja, Peter, dan weten ze precies wat je bedoelt. We zijn ontzettend blij dat deze baan nog helemaal niet overdekt is. Ik vind eigenlijk dat het een soort monument zou moeten zijn, dat ze het nooit mogen overdekken. Ja, er kan eigenlijk niks boven de Jaap Edebaan. Men zegt wel, het regent en het is koud. Nou, koud is, dat hoort bij schaatsen. En het regent helemaal niet zo vaak als mensen denken. Kijk, als je hard schaatst, dan heb je er geen last van. Dan ga je overal doorheen. En als er hier zon is, dan is het gewoon wintersport in eigen land. Ik ben hartstikke blij dat we hier lekker aan de gang kunnen, lekker hard door de bocht. Ja, ik ben helemaal tevreden. Vandaag is het precies 60 jaar geleden dat de eerste schaatsers kwamen. De officiële opening was pas op 21 december door Jaap Ede junior toen nog gedaan. En dat was zo bijzonder toen in Nederland. Toen kwamen ze vanuit heel Nederland met de bussen. Echt vanuit heel Nederland hier naartoe. Want dat was een bezienswaardigheid. Daarvoor kon je het alleen op natuurreis. En nu eindelijk was er een vaste plek waar je op kunstijs kon schaatsen. Dat betekent ook dat de kernploeg hier vast ging trainen. En dat was eigenlijk de start voor de ontwikkeling van het schaatsen in Nederland. Nou, daar is het begonnen. En ja, blij dat we dat kunnen vieren na 60 jaar. Vandaag 60 jaar. Oh, dat wist ik helemaal niet. Fantastisch. En feest altijd. Feest op de schaats. Ik geniet ook van het grijs. Dat de lucht zo grijs is en het ijs grijs is. En dat het heel winters aanvoelt. Dat is heerlijk. Ja. Ja, soms is het in februari zo mooi weer dat we buiten zitten koffie drinken. Ja, het is echt heerlijk hier. Ja.